Dit is de DJI Avata 2. Dit is de DJI Avata 2 en zoals de naam al doet vermoeden is dit de opvolger van de DJI Avata. Aan de ene kant lijkt hij heel erg op zijn voorganger, maar er zijn toch een aantal verschilletjes zowel aan de binnen- als de buitenkant die we graag even met je doornemen. Qua design in grote lijnen lijkt hij heel erg op de Avata. Zeker ook met deze propguards rondom de propellers is het nog steeds dezelfde bescherming rondom. Het grootste verschil zit hem eigenlijk in het middendeel, in de body. Dat was bij de eerste Avata een beetje een soort kooitje waar de accu eigenlijk echt in zat, met een stekker aan de achterkant. En hier is dat meer zoals we van de Mavics gewend zijn, een body waar de accu echt in gaat en met twee clipjes aan de achterkant vastzit, zodat het wat meer één geheel is. Aan de onderkant vinden we eenzelfde soort sensoren als op de ander. De sensoren aan de achterkant zitten iets gekanteld, iets wat we op de nieuwere toestellen wat meer zien. En we hebben de infraroodsensor om de afstand naar beneden te meten. Wat ook een niet onbelangrijk dingetje is wat in gebruik heel fijn is, is het feit dat de plek van de SD-kaart en de USB-C-poort veranderd is. Die zat bij de eerste Avata eigenlijk in de rand van die propbescherming. En daardoor was het eigenlijk een beetje een lastige plek om te benaderen. Nu zit hij aan de onderkant en kun je dus veel makkelijker bij dat klepje om hem aan te sluiten op de computer of om de SD-kaart erin te doen. Hij heeft een interne geheugen van 46 gigabyte, dus je kunt best wel veel op het toestel zelf opnemen zonder dat je een SD-kaart nodig hebt. Die kun je er dus wel in doen op het moment dat je dat wil. En aan de voorkant vinden we uiteraard de camera, die net als bij de eerste Avata ook een flink stuk omhoog kan kijken. En dat is nu een 1/3 inch sensor geworden die tot 4K 60 frames kan opnemen en die ook 10-bit D-log kan opnemen. Nou, als we dan naar de accessoires kijken, is alles eigenlijk een beetje geüpgrade naar de 3. Want we hebben nu de Goggles 3. Die lijkt qua model een beetje op de Integra met die accu aan de achterkant. Het voordeel daarvan is dat je niet die losse batterij in je zak hebt met een snoertje naar je bril. En dat de bril ook wat meer in balans is omdat je ook wat gewicht aan de achterkant van je hoofd hebt. De bril die steunt eigenlijk op deze rand boven de bril. Die zit op je voorhoofd. En daardoor hangt de bril zelf eigenlijk voor je ogen in plaats van dat die echt op je ogen drukt. Deze rand eromheen is van heel erg zacht rubber, dus die sluit goed aan op je gezicht, zodat je geen lichtval naar binnen hebt. Maar hij steunt dus eigenlijk aan de bovenkant en draagt daardoor wat meer als een pet. Nou, verder zitten er ook de verstelbare diopters in en de afstand van je pupillen kun je instellen, zodat je hem kunt afstellen afhankelijk van jouw ogen. Wat ook nieuw is, is aan de voorkant deze twee cameraatjes. En die twee cameraatjes die kun je gebruiken om eigenlijk door de bril heen te kijken. Je kunt dat enerzijds picture-in-picture in beeld zetten, of je kunt met twee drukjes op de zijkant van de motion controller wisselen tussen het beeld van de drone en van de bril. Dus op die manier hoef je niet je bril af te zetten om bijvoorbeeld even de omgeving van het landen te zien. Omdat je, als je die bril afzet, natuurlijk dan heel erg met daglicht te maken hebt, dus je ogen even moeten corrigeren. En door te wisselen puur van die cameraatjes hoef je de ogen zich niet aan te passen, maar kun je wel makkelijk even een blik werpen op de omgeving. Wat verder nog is aangepast is de bediening van de bril. Bij de vorige bril zat aan de zijkant een soort touchpad. Bij deze zit gewoon aan de bovenkant een 5D-knop, zoals we die ook op sommige DJI-remotes zien. Vind ik persoonlijk wat fijner. En het hele systeem draait op OcuSync 4. Dat is weer een nieuwere vorm van OcuSync die weer een wat betere en stabielere verbinding heeft. Dus zowel het toestel als de goggles zijn aangepast naar OcuSync 4. Dan hebben we de Motion Controller 3. Nou, die is voornamelijk wat kleiner geworden ten opzichte van zijn voorganger. Dus die ligt daardoor wat kleiner en compacter in de hand. Hij heeft een extra wieltje gekregen om wat functies en menu-items toe te wijzen. Verder hebben we de joystick aan de bovenkant om ook zijwaarts te kunnen vliegen. De Return to Home knop en de Start-Stop knop. De hendel aan de achterkant voor het vooruit en achteruit vliegen. En wat ook nieuw is, is dat je de joystick als een pointer kunt gebruiken voor het menu van de goggles op het moment dat je niet aan het vliegen bent. Dus dat maakt het instellen van sommige instellingen wat makkelijker, omdat je dan niet de hele tijd met dat 5D-knopje door het hele menu hoeft. Maar dan kun je op de grond gewoon even rustig wat instellingen aanpassen voordat je gaat vliegen. Als laatste hebben we de nieuwe charging hub. Uiteraard omdat we ook nieuwe batterijen hebben. Die charging hub lijkt ook een beetje op wat we van de minis en dingen kennen. Daar klik je de batterij aan de bovenkant in en die laad je op met USB-C. Wat wel nieuw is, is de power accumulating mode. En wat je daarmee eigenlijk kunt, is als je drie batterijen hebt die gedeeltelijk geladen zijn, dan kun je via de laadhub zorgen dat die van die drie batterijen eigenlijk één batterij maakt. Dus hij kijkt welke het volste is en dan kijkt hij naar het vermogen van de andere twee batterijen. Die gebruikt hij eigenlijk om die volste batterij nog verder op te laden. Zodat je eigenlijk van drie halfvolle batterijen
één complete batterij kunt maken, mocht je nog net een extra vluchtje willen maken. Optioneel is voor de Avata 2 ook de FPV-controller beschikbaar. Daarmee kun je dan natuurlijk ook volledig manual mode vliegen. En daarnaast heb je nu de nieuwe Easy Acro Modes in het toestel zitten, waarbij je een aantal stuntoefeningen eigenlijk, zoals het vliegen van een looping of een drift turn, voorgeprogrammeerd kunt doen en dus veel eenvoudiger kunt uitvoeren. Dit was even een eerste blik op de DJI Avata 2. En mocht je hier nou meer over willen weten of hem in het echt willen bekijken, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in een van onze winkels. We'll be right back.